Beetje, ja. Een beetje, en nou ga je dat hem zien hoor. Wat heb je daar? Dat is gel. Dat is de Rustico gel? Ja, voor spul wat je niet kan onderdompelen. En doe je gewoon in een klein stukje zo? Ja, je kan rustig. Met een nieuwe teller langs, daar gebeurt niks mee. Dat stukje doe je nou en dan zit er zoveel doen op of moet er een beetje... Ja, ik kan nog een beetje eroverheen nog. Het is gewoon een kwestie van... Kijk, ja, dat begint hij al. Ja, dat trekt wel af. Tja zeg. Je verf zit eraf. Je moest kijken zeg. Zolang je een beetje in beweging houdt, dan gaat het alleen maar sneller. De werking alleen maar sneller en sneller. Dus je dat dan straks dan met een doekje afneemt? Ja. Is die helemaal... Dan is hij gewoon schoon. En dat doe je dus nou met de Rustico Gel? Dit is een Rustico Gel, ja. Dat is echt voor, nou, voor onderdelen of plekjes waar je niet meer in het bad kan. Tjonge. Dus dit wordt goed veel bij jullie in het bedrijf gebruikt? De gel wordt echt extreem veel gebruikt. De gel wordt extreem veel gebruikt? De roestplekjes gewoon ook in auto's. Ja. Wat waar je niet bij kan. Ja. Dan speer je dan gewoon de gel af. Nee, gewoon schoon. Tja zeg. Zo even om die klok heen. Ja, en nou beschadig je het materiaal ook niet, hè? Helemaal niks. Helemaal niks? Helemaal niks. En hoe zit je nou met de hechting, zoals voor primers en als je gaat spuiten, weer verm en noem maar op? In principe, als je hem gewoon in mijn aanschuurt weer, want er nog gewoon klap materiaal is. Je schuurt hem aan en dan kun je hem gewoon, kan gewoon eigenlijk een keer erop zetten. Dan is het geen enkel probleem. Ja, maar het is geen probleem met de hechting, met Rustico, dat is... Nee joh, helemaal niks. Helemaal niks? Nee. Het geeft op zich, zeg maar, als je met Rustico behandeld hebt, een goede hechting. Een goede hechting, ja zeker. Oké. Van qua schuren kun je ook niet binnen in het podium waar de roest gezeten heeft, daar kun je niet met schuurmachine komen. Nee. Dus hij hecht er sowieso goed aan. Ja, oké. Een stukje. Nou, het gaat zo mooi. Nou, hij is een beetje extremer. Ja. Ik heb een heel klein stukje daar doen. Zo. Kijk, je ook echt zien dat er echt podium in zit en dat roest dieper zit. Dat is... Ja. Alleen op een vlak afroest. Dan laat je gewoon even staan. Even staan daar. En als het nou echt te diep zit, dan pak je gewoon roestborstelen en dan borstel je hem gewoon goed in. Als het diep is, met een staalborstel. Ja, pak je gewoon een staalborstel. Staalborstel en dan door de gel heen schrobben. Ja, dan schuur je hem gewoon echt erin. Dan schrob je de gel eigenlijk in de roest, zeg maar. Ja. Daar komt hij al. Tja, daar komt hij al. Ja. Tja, dat is toch... maar hoe moet je dat anders doen? Ja, dan moet je schuren eigenlijk, hè? Schuren, straal, slijpen. Ja. Kijk, en dan heb je toch een vervorming van materiaal, hè? Je brengt altijd warmte in. En warmte in plaat, dat is sowieso altijd de finesse voor de vorm. Ja. Dat is nooit bevorderlijk voor de vorm van plaat. Je hebt veel meer nawerken als je echt gaat slijpen of stralen. Ja. Dan moet je echt gaan plamuren of... Oké. En dan maak je het gewoon schoon? Ja, gewoon doe ik je eroverheen. Ja. En dan schoon en dan pak je zometeen een natdoekje met een beetje water. Ja. Dan wrijf je met een beetje water verder na. Ja. Dat al Rustico weg is. Ja. En in principe kan je daar gewoon een primer laag aan brengen. Oké. En dat doe je dus met die gel? Met die gel, ja. Ah, oké. De potjes flingen je erdoor. Ja. Ja, is echt... echt bijzonder, hè? Er zit een klein beetje vliegroest aan, dus... Ja, maar dat is dan ook zo weg, hè? Ja, is zo weg.
apart hoor. Ik denk als je misschien dichter bij jou deed, dan kan je zien dat hij... Dat hij werkt? Dat hij werkt. Ik ga een beetje dikker erop doen. En hoe lang duurt zoiets? Dat het weg is? Ja. Er ligt een ruime dikte van het roest en ja, precies. Ja, en vliegroest, dat is zo weg. Kijk, weg is het al. Kijk. Tadaa. Tja. Onvoorstelbaar, hè? Hoe kan het, hè? Ja, ik weet niet, man. Zeg wel.